De acties van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS, zijn opgeheven. Dat betekent dat het schoolvervoer per vandaag normaal voortgang kon vinden, bevestigde de voorzitter van OBS, Antonius Pocky, tegenover onze redactie. De acties waren als gevolg van de late betalingen aan de bus- en boothouders, waardoor onder andere de voorraad aan benzine niet bijgehouden kon worden. Pocky zegt dat nadat de gelden gisteren, dinsdag 28 november, ontvangen te hebben, er besloten is om het werk normaal te hervatten. En je begrijpt dat is uitgebleven, waardoor dus de bushouders door hun voorraad heden waren wat diesel betreft. Ze konden dus niet meer tanken voor hun bussen. In ieder geval, dialoog die was er altijd, alleen heeft het geduurd van 10 naar 27 november. En toen ze gestort hebben voor ons, zijn we dus overgegaan tot normalisatie. Pocky hoopt in het vervolg op een betere plan van aanpak om te voorkomen dat zulks zich herhaalt.